Na de zomervakantie stonden hier dozen vol tot bijna aan het plafond met allemaal van die gehaakte vierkantjes. En nu zijn we dan met z'n allen bezig om daar dekens van te maken. En de resultaten beginnen te komen. Ja, het is... Hoeveel hebben we er nu? 16? Hoeveel hebben jullie? Greetje, hoeveel hebben we er totaal? Zeker wel. Ik denk 16. 16 al. Want je kan het inleveren in Leeuwarden al. Dus je kan ze zo gauw mogelijk inleveren. 2 dames in Friesland die hebben het initiatief genomen om dit dus te gaan doen. En ze willen eigenlijk komen in het Guinness Book of Records in het jaar 2018, wanneer Leeuwarden in Friesland de culturele hoofdstad van Europa is. En de doelgroep die het meeste tijd heeft, die kan nog van vroeger haken, dus vandaar. En ze willen dus het record verbeteren, wat nu in een ander land is met 8000 dekens. En dan willen wij er dus meer dan 8000 maken. Lekker hoor. Ja. Ik moet even zien. Ik heb deze gemaakt van allemaal dames die blokjes ingeleverd hebben. Dus dit is een heel gemengd gezelschap die al die blokjes gemaakt hebben. En toen is die aan elkaar gezet. En dat is de taak van Lien en van mij. Dit is iets wat de dames, vooral de dames van vroeger kennen, van de school. Als ze dus horen dat er zo'n groepje is en ze zijn er 1 keer een middag geweest, vinden ze het prachtig. En dit is een eenvoudige manier, haak maar aan. Het is gewoon gezellig. En de koffie is goed. En wordt het record gehaald, denken jullie? Hopen we. Ja, dat weet je niet. Je weet het niet, we hopen het. Het is ook zo, in verhouding heb Nederland natuurlijk minder mensen als Spanje of Portugal of een groot land. Ja. Wij zijn wel makerig. Veel dingen maken. Jullie gaan er wel voor met z'n allen. Alle beetjes, ja.